Het Staatsziekenfonds heeft gisteren een nieuw kantoor annex apotheek in Nikeri in gebruik genomen. Daarnaast zijn er ook twee volwaardige apotheken en een dialysecentrum geopend. SZF-directeur Rick Krommedi-Harjo zei bij de opening dat dit een mijlpaal is voor Nikeri. Tijdens een oriëntatiebezoek aan Nikeri 5 jaar geleden zag hij dat het oude kantoor niet meer voldeed. Hij besloot toen in actie te komen. Een van de grote geesten van Nikeri, die kwam ik tegen en die zei, ik kon het doen. Ik was arrogant en ik kon het doen en ik zei, hey Rick, mijn naamgenoot, hè? Je hebt me uitgedaagd man in december. Want in december, het start zijn, hadden we gewoon 2 billboards. Gewoon in elkaar getimmerd van hout, heel goedkoop, met 2 mooie plaatjes. En Rick vroeg me, toch Rick? En Rick vroeg me van, is het wel gewoon de opening van iets met een plaatje en er komt niet? Ik zeg, wait and see. Ik doe, ik zeg wat ik doe, maar ik doe ook wat ik zeg. En ik ben blij dat ik Rick ontmoette dinsdag en ik kan hem zeggen, pam of wie ben je? Want het gebouw staat er. Het gebouw staat er, Rick. Het gebouw staat er voor Nikeri. Het gebouw staat er voor Suriname. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid was zichtbaar enthousiast. Hij vertelde dat hij zich goed kan herinneren hoe het oude pand eruit zag. Daarom heeft hij zijn volle ondersteuning aan het project gegeven. Toen een poos geleden de directeur van SZF me zei, ik ga een nieuw pand in Nikeri huren. Ik zeg, huren is in mijn opvoeding geen optie. Huren kan niet. We gaan een eigen gebouw opzetten. Want ook al koop je een gebouw, je gaat moeten aanpassen. Je kan nooit een gebouw kopen van een ander dat past in jouw organisatie. We gaan een terrein kopen. Niet dat we gaan ook geen terrein kopen, want de overheid heeft terreinen. En zo zijn we hier beland, waarbij wij een deel van sportzaken en we gaan het terugcompenseren. Let u op de komende weken. We gaan sporten, het sport terugkeren. Want hier was toch ook maar bos. Dus SNF, u mag trots zijn op uw nieuw gebouw. Nikeri mag trots zijn op uw nieuw gebouw. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid gisteren bij de opening van het nieuwe pand van het Staatsziekenfonds in Nikeri.